Nou, hij gaat instappen. Je eerste ontmoeting. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag en Lynn en ik zijn net wakker geworden in de kamer in het Fletcher Hotel in Amsterdam. Kijk staan. Ja, zo. Gaat het? De tafel of je koffie viel bijna om? De tafel. Oeh. Een hele goede morgen dus jongens en meiden. Dit is natuurlijk onze gekke hotelkamer waar we gisteren hier in zijn aangekomen. Omdat we dus een etentje hadden hier zo in Amsterdam. Met onze mooie douchecabine. En er gaat dus een verhaal rond dat er ooit hier een koppel is geweest. En ja, ik kan geen namen noemen. Dat ga ik ook maar niet doen. Maar dat koppel heeft hij toen samen wat gedoucht. Ik weet niet wat ze precies onder de douche aan het doen waren. Maar dat kunnen we denk ik allemaal zelf wel invullen. En toen is dus dit hele ding uit elkaar gesplashed. Al het glas over de grond heen. En toen moesten ze dus helemaal bebloed naar beneden, naar de receptie. Om dus aan te geven dat het allemaal kapot was. En toen heeft dus het hotel blijkbaar niet eens het geld gegeven. Omdat zij dus zeiden dat het koppel het gewoon letterlijk zelf gedaan had. Nou, dat hebben wij maar niet uitgeprobeerd. Het is wel een leuk concept. Het is lachen, zo'n douche in de kamer. Wil je het eventueel nog uitproberen? Of, Nee, ik ook niet. Jongens, wij staan op punt om straks lekker te gaan. Het is een beetje een mistige dag, zo te zien als ik zo naar buiten kijk. Maar wij gaan lekker de auto in. Dus we gaan de laatste spulletjes hier pakken. En dan gaan we naar beneden. Wij hebben uitgecheckt. We hebben gelijk alles lekker hier in de auto gelegd. En ik ben weer de driver. Ik ben standaard gewoon elke keer de driver als we met de auto gaan. Kijk. Hey, wat is dat eigenlijk? Ja. Waarom ben ik standaard de driver elke keer? Omdat je een man bent. Ja, dat is het, hè? Ja, ik vind het zelf ook. Ik vind dat vaak wel. Ik voel me dus ook heel onwennig als ik naast jou zit in de auto. Dat zei ik laatst ook al toen we naar je ouders gingen. 2 weken terug of zo. Toen heb jij dat hele stuk gereden. Het voelde heel onwennig aan. Ja. Ik wil gewoon rijden altijd. Mooi die verlichting zo. Ik ga hem in zijn drive zetten. Dat zit bij Mercedes dus hier. Dat is altijd een beetje wennen. Ik zit altijd te kijken hier zo van waar is de pook. Maar dat zit gewoon achter het stuur bij Mercedes. En dan gaan we uitrijden. Zo. Mooi. Kijk, dat was hem. Het opvallende gebouw langs de snelweg. Dat was hem. Oh, hij staat scherp op de ruit. Maar ja, het was een leuk hotelletje. Wij zijn dus lekker onderweg naar huis, jongens en meiden. En we gaan vandaag voor het eerst naar mijn zus toe. Ja. Jij bent nog nooit bij mijn zus thuis geweest. Nee, nog nooit bij je zus thuis geweest. Je hebt haar katten nog nooit ontmoet? Die ook niet? Nee, gelukkig Melanie en John wel al vaak ontmoet. Ja. Het zou wel een beetje raar zijn als je heel nieuw goed hebt. Ja, maar het huis nog niet. Het huis heb je nog niet gezien inderdaad. En we moeten dus vanmiddag ook Hans ophalen. En Hans is degene die altijd meegaat op de cruiseschepen natuurlijk. Die regelt dat ook altijd voor ons. En die komt dus vanmiddag ook mee. En waarschijnlijk gaan we dus ook al aardig wat dingen bespreken over wat er mogelijk is. En allerlei andere dingen. Want dat schip, die boot waar we mee gaan. Of ik mag het geen boot noemen volgens mij. Want het is echt schip. Dat mag je geen boot noemen. Oké. Het schip waar we mee gaan is zo ziek. Er zijn zulke gave dingen die we op kunnen doen. Dus ik kan echt niet wachten tot die vlogs. Maar dat is dus nog 2 maandjes. Het gaat snel al, hè? Ja, het is echt al snel. Ja. 2 maanden nog maar. Ja. Want 10 februari vertrekken wij dus naar Miami. Waarschijnlijk al gaan we iets eerder naar Miami, zodat we ook nog wat kunnen chillen daar. Ja. En daarna gaan we dus het schip op. Even tussenstopje bij het tankstation. Leeg het even snel wat halen binnen. Ik heb dit ook. Kijk, dit is zo lekker. Dit zijn echt mijn favoriete M&M's. Deze. Dit is zo lekker met die crispy dingetjes erin. Maar om nog even terug te komen op het cruise schip. De cruise schip vlogs zijn denk ik misschien wel mijn favoriete vlogs om te maken. Het is zo gaaf. Zo'n schip. Vorige keer hadden ze natuurlijk een nieuw waterpark erop. Een hele glijbaan van 10 verdiepingen hoog. Echt van allerlei andere gekke dingen. En het is echt niet normaal. En ook leuk natuurlijk dat het voor Lynn haar eerste keer is om überhaupt te gaan cruisen. Wij komen thuis. En we gaan de deur maar eens even openen, jongens. Want gisteren hebben we dus zijn we eerder weggegaan. En hebben we dus niet kunnen zien hoe het is afgelopen met de nieuwe deur. Want ze hebben dus gisteren een nieuwe deur geplaatst. Oh ja, kijk dan. Hoi. Wow. Zo, dit is top. Oh, dit is echt een hele verandering. Zo, maar beter ook. Heel chill. Eindelijk, als hij het doet, ze hebben geen sleutel. Huh? Op welke sleutel gaat hij dan eigenlijk? Ik denk dat ze die ergens neer hebben gelegd. Ik heb hem geen sleutel gekregen. Ja, ik was dus gisteren niet bij toen de deur klaar was, maar dit is wel echt nice. Dat ik nu ook eindelijk gewoon vanaf hier de studio lekker naar buiten kan lopen. Nu is het weer natuurlijk niet echt helemaal top voor, maar dit is wel mooi. Een mooi deurtje. Alleen. Ja, hè? Ja. Het ruikt een beetje apart hier. Ja. Ah, kijk eens aan. Ik heb een sleutel gevonden op mijn bureau. Ik denk dat dit de sleutel is. Want ik zou niet weten waar die anders van zou moeten zijn. En even kijken of die erin past. Ja, dit past. Oh, hartstikke mooi. Yes! Wauw, joh. Wauw. Oh, wat nice.
Dit is echt... Ik heb zo lang op dit gewacht, hè, jongens en meiden. Een dikke shout-out naar Bailey Soul. Zij hebben deze deur voor mij geplaatst. Zij hebben tenminste wel gewoon snel alles gedaan. Maar ja, ik heb dus inderdaad... Ik heb het al mijn vlog van gisteren verteld, als je het gezien hebt. Heel veel gezeik gehad toen met een andere aannemer. En dat was echt gewoon echt een... Ja, echt een gezeik. Dat is het enige wat ik erop kwijt wil. Maar dit is super fijn en mooi. Het is echt niet de maat trouwens, want dit hier zijn eindelijk de allerlaatste kerstcadeautjes. Die zijn nu binnen. Hier zitten er ook nog echt een paar in deze doos. Want dit is zeg maar een verzameldoos van de Bijenkorf. En dit is nu echt alles van ons. Maar straks als we dus ook bij Melanie zijn, mijn zus, dan zien we dus denk ik ook een cadeautje bij hun onder de boom liggen. En die nemen ze dus ook mee de 24e op kerstavond naar hier. Dus ik ben echt benieuwd hoe straks de boom eruit gaat zien als alles bij elkaar ligt van iedereen. Zo, ik heb hier even twee theetjes klaargemaakt. Want het feestje, of tenminste het diner wat we gisteren gehad hebben, was super leuk. Maar deze mevrouw hier naast mij loopt de hele tijd te snotteren. Ja. Echt constant gewoon. Ja, echt heel erg. De hele tijd. Ja. En ik heb een beetje keelpijn, dus vandaar dat we maar eventjes een theetje gaan drinken. Want dat is niet best. Alex, die was gisteren... Ja, hier. Dit doe je echt de hele dag. Ja. De hele nacht zelfs. Ja, ik heb echt heel slecht geslapen. Ik werd zo vaak wakker aangetikt vanochtend. Ja. Dat is echt niet normaal. Maar Alex die was namelijk super verkouden gisteren. Dus misschien dat hij ons een beetje aangestoken heeft. Het zou wel kunnen. Dus ik ga even lekker hier een theetje drinken. Wij gaan gelijk de deur dus weer uit, jongens en meiden. Ik moet alleen eventjes deze auto van binnen aan de kant zetten. Want we gaan mijn auto pakken. En dan gaan wij dus Hans ophalen. Jullie gaan Hans sowieso wel vaker zien in de vlogs, want hij gaat ook met ons kerst vieren. Omdat anders is Hans alleen en dat is zielig. Met kerst moet er niemand alleen zijn, vind ik. En Hans is dus ook, Hans is sowieso een vriend van mijn ouders. En wij vinden het gewoon super zielig als hij alleen is met kerst. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Niemand moet alleen zijn met kerst. Ik heb daar trouwens ooit een liedje over gemaakt. Oh, wie kent dit nog? Dit is echt heel oud. Ik heb ooit een parodie gemaakt samen met Shaquille Polak. Over wees niet alleen met kerst. Oké, neem het alsjeblieft niet serieus, want ik schaam me dood dat dit nog online staat. Maar ja, is niet best. Ik hoop niet dat Linda het te zien krijgt. Schaam me dood. Oké, maar hij staat op zijn plek, dus wij kunnen gelijk weg zo. Altijd als ik mijn cameratas openleg, gaat deze erin liggen. Sniff. Sniff heeft echt een obsessie met mijn cameratas. Kijk hem ook liggen met zijn pootjes hier. Schattige pootjes van je. Wat een poepie, hè. Om even lekker in de kerststemming te komen, gaan we even een kerstliedje pompen. Komt ie. Ben je ready voor een lekker kerstnummertje? Ja? Ho, ho, ho. Wees niet alleen met kerst. Wees niet alleen met kerst. Wees niet alleen met kerst. Wat is dit? Wie is dit? Wie denk je dat dit is? Ben jij dit? Ja. Hou je knee. Oh, verschrikkelijk. Ik heb ooit een parodie gemaakt. 7 jaar geleden met Shaquille Polak. Toen hebben we dit gezongen. What the fucking hell. Ik schaam me dood. Ja. Ja. Het is niet best. Nee. Oh, dat is echt niet best. Ik denk als je die video terugkijkt, ik kijk echt van. Ik heb nog nooit zo'n gore blik uit jou gezien. Maar ja, jongens, wij gaan onderweg naar Hans toe. We gaan hem ophalen. Lekker, dat hij woont in de buurt van Rotterdam, dus dat is super fijn. En dan gaat hij straks bij ons instappen. Ja, het is ook jouw eerste keer dat je Hans ontmoet. Ja. Ja, dus dat is leuk. Ja, zeker. Vooral voor kerst, want Hans komt ook. Ja, dat heb ik net uitgelegd in het vlog inderdaad. What the fuck was dit? Wow, ben je niet als ik de camera wegdoe, hè? Oh, wat schattig. Ah. Dat is hem niet. Oh, jawel. Nou, hij gaat instappen. Je eerste ontmoeting met Hans. Hey! Hallo! Hoi! Lim! Ik ben Hans. Hey! Alles goed? Hans, wil je voorin zitten? Van... Nee joh, geen probleem. Zeker weten? Ja, tuurlijk. Ja? Heb je genoeg ruimte? Ik ga even dit... Ik zal deze naar voren doen. Nee, dat is goed. Zo, mooie rode schoentjes. Ik denk ik doe het even. Even een klein beetje mannelijk. Wil je echt niet voorin? Nee, dat is goed. Ja? Nee, tuurlijk. En kijk eens jongens, we hebben gelijk 40 minuten gereden. We zijn aangekomen hier zo. En we gaan even aanbellen. Zo, die hele tuin groeit hier dicht. Als ik tenminste bij de goede sta. Welkom bij de crib van Melanie en Jorn. Kijk of ze open gaan doen. Ja, daar gaat ze open doen. Daar is ze hoor. Oh. Even liggen aan. Hey, zuster! Hallo! Zo. Hallo. Is iedereen er al? Hier. Wow, what the fuck? Is nieuw. Wat? Laat eens heel zien. Heel vet. Hallo. Hey. Gekke gangster ineens. Wat nou, hè? Hey. Zo, ik ga naar binnen. Hey! Oh, ze zijn er toch wel. Zo, je hebt een stel bij jou hier. Hè? Ik verwacht je nog niet. We hebben een speciale gast voor jullie meegenomen. Ja, daar is ze. Hey! Wow, Mel. Ja. Mel. Oh, nee, het is ook erger dan ik dacht dat wij veel cadeautjes hadden. Komt het goed?
Ik dacht dat wij goed ons best gedaan hadden. Jongens, kijk even alles. Hey, we moeten weer. Hey, we moeten nog weer gaan bestellen. Het is ook wel voor George's ouders, hè? Dat staat er ook wel bij. Oh, oké. Okay. Staat het apart? Ja, nee, dat niet. Ben jij nou zo'n stuk langer dan Mel trouwens? Oh nee, het valt mee. Hoe lang ben jij? 1,72. Oh, 2 centimeter lang is zo. Jongens, kijk eens even wat een dingen hier zo allemaal liggen. Cadeautjes, het gaat ook helemaal door tot daar. Wat, dat zei ik al net. Het wordt echt erg straks met kerstavond, denk ik. Ik ga hier gelijk die koelkast plunderen, jongens. Oh, kaas. Oh, kaas. Kaas. Ik kan hier één iemand heel blij maken met iets. En als ik zeg wat het is, weten jullie gelijk wie. Kaas. Oh, sorry. Stond in de koelkast, daar gevonden. Oh, dat is hard. Stop, Gio. Weet je wat? Het eerste als hij bij mij thuis komt. Oh, dat weet jij trouwens. Het eerste wat papa doet als hij bij mij thuis komt, gaat hij heel de koelkast plunderen op zoek naar kaas. Ik denk dat bij mijn moeder al. Ja? Mijn moeder denkt het al, ja. Of je trekt de snoepla open. Maar als ik uit school kwam, dan ging ik eerst naar de ijskast. Ik heb zo honger, zeg ik net. Dus ik vraag net, heb je bugles in huis? Hé. Jij hebt wel allemaal dingen in huis, dat is wel top, man. Echt lekker. Speciaal voor jou. Kijk eens. Lekker bugeltjes, lekker hamkaasjes. Wel de naturel, is dat goed? De naturel? Ja. Wow, hij hangt. Ja, leuk, hè? Van de poezen. Leuk, hè? Ah, wat schattig. Nou. Hey, heb je jezelf al gevonden? Wat dan? Oh, mijn naam ertussen. Ja. Nee, nog niet eigenlijk. Oh, jawel. Wow, kijk. Hey. Ik zie ook een grote van Marcel. Hier Marcel. Wij hebben ook heel veel van Marcel. Marcel wordt echt verwend, denk ik, deze kerst. En heb je eens een lijstje doorgegeven? Nee. Iedereen netjes een lijstje ingevuld? Ja. Behalve Gio. Marcel. Papa. We gaan dus even de auto in, jongens. De enge buggy van Joran. Dikke bolide, jongen. Dikke bolide. Waar heb je nou rode achterstoelen? Oh nee, er ligt een jas daar. Kijk, hop. Zo. Ja, we hebben deze auto al gezien. We gaan even naar de snackbar even wat eten halen. Want we zijn met z'n allen, dus... Ja, John die wilde niet koken. Ik wilde niet koken. Nee, lekker makkelijk. Even. Ja, jongens, het is lekker zaterdagavond. Dus inderdaad, we gaan even een snackje halen. Even een broodje frikandel, patatje. Heerlijk. Ja, dit is de eerste keer dat ik met jouw auto mee rijd. Ja, mooie auto, hè? De interieurverlichting is wel nice ook, hoor. Dit zo. Ja, zeker. Dat is wel mooie nice. Streep inderdaad, dit. Klopt. Kijk, hier ook. Ja, van achter ook. Dus open dakje ook. Ook, joh. Lekker. Dat zal ik nu niet doen met dit weer. Nee, dat niet. Maar ja, ben er blij mee. Ja, heel nice. Nee. John. Nee, wat doe je? Hoor je mijn huis vast? Fucking goor. Wat gebeurt er? Ik voel echt... Nee! What the fuck? Oh, dit is echt goor, man. Dit is toch geen hondenkak? Ja, dit is echt hondenkak, man. Gast. Die hele onderkant zit er gewoon aan de fucking schoen. Jezus. Ah, dit is echt fucking goor. Ik dacht even een frietje halen, jongens. Ik voel gewoon zoiets. Ik denk, hè, is het nou een blad of zo? Maar het is gewoon volle schijt. Kijk hem dan. Hey, jij komt er niet meer in bij mij, maar je komt er niet meer in, jongen. Ik wil gewoon die stek maar inlopen zo. Oh, hij zit ook hier al gewoon. Kijk, hier is een steek. Oh, joh, dit komt van alleen al van mijn schoen af. Wat? Maar wie laat er ook zulke dikke schijt op straat liggen? Het lijkt me paardenschijt. Ja, dat moeten ze toch gewoon opruimen? Even serieus. Het lijkt me paardenschijt. Dat is niet best. Nou, dat lekker. Het is gewoon echt bij te zetten. Ja, ik ga niet meer naar binnen. Oh, joh. Jongens, ik denk even lekker een frietje halen, makkelijk. Gebeurt dit. Oké, jongens, uit aardigheid voor de snackbar ga ik maar niet naar binnen met mijn poeschoenen. Dan blijf ik even buiten wachten. Dus John is even het frietje aan het afrekenen. Oh. Echt een dikke flats gewoon. Kijk eens. What the fuck? Oké, het is wel een beetje er vanaf nu. Nog even een beetje goed poetsen zo. Lekker. Ben je nou nog steeds bezig? Ja, ik ben nog steeds eraf aan het vegen gewoon. Hey, ik heb het al. Lekker man. Goeie. Mag ik wel je auto nog in? Zo inderdaad. We hebben het net over je nieuwe auto. Je moet het even goed schoonmaken. Ja, wat vind je erger? Je auto of je huis? Ja, goede vraag. Huis, man. Huis is wel erger. Oh. Ja, kijk, het ziet er nu zo uit. Kijk, het zit echt nog tussen die groeven. Ja, hou jij het eraf? Godzo. Nou jongens, ik ga even een plekje vinden waar ik het kan doen. Maar ja, waar ga je? Ik ga ook niet meer met mijn nagels eraan zitten. Oké, jongens, ik word gelukkig toch toegelaten in de auto. Ik hou mijn voet gewoon zo. Ja, prima. Zal ik dat doen? Je moet deze wel op je schoot nemen. Ja. Lekker. Het zit ook niet mee, hè? Het zit echt niet mee vandaag. Helemaal top. Netjes de schoen buiten. Deze mag wel naar binnen. Ja, die was wel naar binnen. Die is volgens mij schoon. Ja, kijk. Oh, joh.
Nou, we hebben in ieder geval lekkere frietjes. Ik sta echt in zo'n dikke honden scheidrol. Nee. Heel. Mijn schoenen eraan nu. Ja. Heel mijn schoen onder. Oh. Ja, echt bizar. Het zat er helemaal onder. Ik dreef bijna weg van de kak gewoon. Nou gaan we eten. Ja. Lekker. Dat is niet normaal. God. Maar heb je iets goed kunnen krijgen? Ja, maar hij staat wel buiten. Oh, ja, dat hoor ik. Dat is ja. Sneaky. Ja. Review. Letterlijk dit. Was het niet gewoon pindasaus? Heb je geroken? Was het maar pindasaus? Het was echt geen pindasaus inderdaad, maar dit lijkt er precies op. Nou, ons eten voor vanavond. Lekker. Gezonde hap, ja. Jij wilde snacken. Ja, heerlijk. Kijk, deze meneer is even lekker smikkelen. Jij hebt iets wat nog niemand hier besteld heeft. Ja, wat is dit? Een berenklauw. Dat wilde ik aan de kijkers vragen, maar nu hoef ik het dus niet meer te vragen. Ik moet even wegpiepen. Oh ja. Nee, dat is een berenklauw, lekker. Wij zitten hier even met z'n allen na te praten over de cruise. Of na te praten, eigenlijk vooruit zeg maar te kijken. Ja, na te praten nog niet, want we gaan natuurlijk pas veel meer eten. Ja, na te praten van het eten. Maar we hadden het er net over. Zeg maar, kijk, je kent natuurlijk de Titanic met de film. Ik heb hem laatst nog gezien. Het zinken van de boot, dat ging echt super snel. Maar jij vertelde een verhaal over dat die boot zijn tegenwoordig. Hoe? Ja, het is het onderste dek bestaat zeg maar uit een losse compartimenten. Allemaal kamers zijn dat. En die kun je vol laten lopen met water of niet. Dus als het schip in één keer van helemaal voor tot de neus tot achter het schip in één keer opengereten zou worden. Door een weet ik veel, een ijsberg of zo of iets. Wat dan ook, inderdaad. Dan zou het 14 uur duren voordat het schip helemaal... 14 uur? 14 uur. Zo, dus heb je... Maar weet iemand hoe lang het duurde bij de Titanic? Ja, die hebben ook nog een paar uurtjes daar gezeten, inderdaad. Hoor. Maar ja, daar was allemaal geen hulp. Ja, en geen communicatie, want ze zaten midden op de... De oceaan, maar 14 uur duurt het dus pas voordat de boot of het schip dan zinkt. Dus je hebt echt wel eigenlijk alle tijd nog om gered te worden in principe. Je hoeft niet bang te zijn. Nee, gelukkig niet. Ja, maar toen met de Titanic had je geen internet, je had geen directe verbinding. Kijk, stel dat er nu wat gebeurd hebt, dus één belletje, normaal helikopter. Ja, maar er moeten wel iets van 7.500 mensen gered worden, hè? Je hebt al genoeg boten. Ja, die heb je al. Dus eigenlijk is de kans dat het echt inderdaad helemaal fout gaat best wel klein. Ja. 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 En zo zitten wij dus weer lekker in de auto, jongens. Lynn en ik gaan nu snel terug naar Rotterdam. En dan gaan we ons even snel klaarmaken. Want Vincent gaat vanavond een showtje geven. Voor de vrienden, heel verkeerd. Alsof hij een showtje gaat geven. Wij gaan fangirlen. Ja, hij gaat een show geven. Ergens in Ridderkerk, volgens mij. En daar gaan we dus mee met hem. En dat vinden we dus leuk om te kijken bij hem. Want Vincent is natuurlijk upcoming artist. Hadden we in Parijs afgesproken. Ja, klopt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd ook naar al Vincent's nieuwe nummers. Want deze man is de hele dag ook bezig met muziek maken, dingen doen. En ja, ik vind dat hij wel echt talent daarvoor heeft. Wat vind jij van zijn zangskills? Leuk. Ja? Ja, okay. Ja, Vincent kan goed zingen. Vooral die ene video bij het televisieprogramma. Ja, zeker. Ja. Die was echt, echt heel goed. Jij kan soms zo heerlijk sarcastisch overkomen terwijl je het niet sarcastisch bedoelt. Dat vind ik zo mooi aan jou. Ja, dan komt het misschien verkeerd uit, maar ik meen het echt. Ja, ik snap het. Nee, maar ja, Vincent heeft oprecht wel echt talent om te zingen, vind ik. En dat... ik vind dat hij daar echt wel verder in kan komen. Vooral zijn liedje Wat is er gebeurd is echt een... Dat was de enige die ik kende. Ja, klopt. Ja. Komt-ie. Ken je deze? Ik loop weer in de stad met de vaste groep zoals gewoonlijk. Hey meisje, ik kan je niet meer ontwijken. Ik weet wat je wilt bereiken, toch trap ik erin. Jij kan zo dood kijken. Niet normaal. Maar mama, ik ken het niet. Wat moet ik dan doen? Moet ik zo gaan zitten koken in de kerk? Wat verwacht je van mij? Ik kijk trouwens echt super erg uit naar Kerst, jongens. Echt super veel zin in. Maar dat hebben jullie denk ik wel door. Want ik heb het al een paar keer gezegd hoe leuk ik het vind ook met die cadeautjes. En het is natuurlijk ook gewoon heel erg fijn. Al helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ik het gewoon nog steeds met allebei mijn ouders. Die echt al jarenlang bij elkaar zijn kan vieren. Nou, nu ook met jou. Super leuk voor het eerst. Ja. Mijn zus. Die er ook natuurlijk wat erbij is, Joran. Nou, en dan uiteindelijk ook nog Hans erbij, wat heel gezellig is. Maar dat is gewoon wel echt een fijn gevoel dat er gewoon weer een kerst is, dat we gewoon met z'n allen zijn. Want dat is altijd iets waar je toch over na gaat denken met kerst, toch? Dat je hoopt van, nou, hopelijk halen we toch weer ook de volgende kerst straks met z'n allen. Ja. Dat zeggen wij altijd met z'n allen tegen elkaar. Van, ja, nou, wij ook. Ja, toch? Ja. Ja, maar ja, vooral ook met mijn opa en oma altijd. Dan denk ik, ja, ik hoop wel dat we volgend jaar nog steeds met z'n allen kunnen vieren. Ja, en ook jouw ouders, die zijn ook echt al, ik weet niet voor hoeveel lang bij elkaar. Ja, heel lang. Ja. Dat is wel heel erg fijn. En ik probeer dat vaker te vertellen in mijn vlogs. Ik vind familie sowieso heel belangrijk natuurlijk.
En op dat gebied matchen wij ook echt super goed. Ja, echt familiemens. Ja, wij vinden familie gewoon heel belangrijk. Ik ben ook super vaak met mijn familie en alles. En dat is leuk. Dus we gaan de eerste kerstavond gewoon bij mij thuis doen. Of bij ons thuis. En de eerste kerstdag gaan we dus naar jou toe. Ja. Met jouw ouders. Ja. Er zijn ook cadeautjes. Je moeder had dingen gehaald volgens mij. Ja, ja, wij doen geen cadeautjes net als jullie. Maar papa en mama halen gewoon altijd leuke, kleine, grappige dingen voor de leuk. Ja, ik ben wel benieuwd wat voor grappige dingen ze dan gehad hebben. Ja, ik ben ook benieuwd. In de Parijs liep Lynn ook een beetje te smoezen achter me. Voicemails te sturen naar de moeder over ideetjes. Ja, maar en ze alles. Vindt het ook lastig voor jou. Want jij hebt ook alles, zeg maar, wat je wil. Ja, zeg maar, als ik iets verdiend. Ik vond het ook heel lastig om voor jou iets. Want ja, je hebt niet echt iets wat je wil. Ik heb niet per se iets nodig, inderdaad. Nee. En als ik iets echt nodig heb, dan haal ik het zelf vaak altijd al. Want dan is het heel moeilijk. Maar juist daarom vind ik altijd wel heel knap. En waardeer ik het ook heel erg als iemand dan toch de moeite neemt om iets te verzinnen. En ja, ik ben ook helemaal niet moeilijk om tevreden te stellen. Echt, dan geef je mij een balpen waar mijn naam op staat of een foto in zit. Ga ik even noteren. Nee, maar ik ben echt helemaal niet moeilijk met cadeautjes. Ik vind het sowieso wel leuk dat iemand natuurlijk de moeite doet daarvoor om een cadeautje te geven. Ik heb er heel veel zin in. We zijn weer thuis. Kijk eens aan. Oh. Op, met de lampen aan. En dit is de perfecte timing, want als het goed is staat Alex hier straks ook gelijk voor de deur. Ik keek net even op zijn locatie. En hij komt er ook aan. Zo, dus hij komt zo. Check die regen is hier. Zo, dikke stuifregen. Dikke stuifregen. Wat is dat voor woord? Stuifregen. Wow, ik hoor keimuziek aankomen. Wedden, dit is hij. Alex. Dit is hij, hè? Komt alvast in de sfeer. Ik hoor het gewoon van een afstandje. Ja, dit is hem ook. Oké, okay. Aha. Ik weet niet wat hij op heeft staan. Wat heeft je op staan? Gewoon een beetje techno. Bro, luister. Ik hoor jou letterlijk aan het eind van de straat al aankomen. Aan het eind. Zo heftig. Aan het eind van de straat. Oh, wat de fuck is die lelijke kerstboom? Ja, dat is, die heeft gekregen, man. Rooi, hè? Wil je hem hebben? Nee. Heb je al een kerstboom thuis? Nee, maar ik ga het ook niet doen. Je mag mee. Heb je er tot aan daarbij in te staan? Je mag hem meenemen. Ja, maar ik ga hier rode kerstbooms. Ja, dat is het kut, hè. Kijk, als het een normale boom had geweest, dan had het inderdaad er wat aan gehad. Maar rood is gewoon echt lelijk. Een kleine update, jongens en meiden, van het oogje van Poekie van een paar dagen geleden in de vlog. Hij had heel tranenhoog, zag er heel slecht uit. Maar eigenlijk de volgende ochtend was er niks meer met hem aan de hand. En net zoals nu, helemaal niks aan de hand. Ik denk dat hij gewoon gevochten had met een andere kat hier in huis. En dat hij daardoor gewoon een nagel in zijn oog had gekregen. En dat het traande of iets. Hé? Want deze kat houdt nogal van vechten. Echt een vechtersbaasje. Ja, het is ook meer stoeien en spelen natuurlijk, niet echt vechten. Dus hij leek heel zielig, maar waarschijnlijk had hij het gewoon aan zichzelf te danken. Ik zeg je eerlijk, hè. Ik zat soms wel eens te haten toch op jouw baardje en zo. Ja. Maar ik zat het laatst in een oude vlog terug te kijken van ons. Waar je geen baard had. Ja, erg, hè. Dat is echt erg. Ja, het ziet er echt niet uit. En ik zag gisteren vallen ook weer comments over. Waarom heeft Alex zo'n rare baard? Maar ja, dat boeit niet. Ik vind dit beter. Ja, ik ook. Dan echt gewoon wat, zeg ja, maar. Daarom hou ik het ook. Je hebt letterlijk een glow-up gehad. Ja. Ik zat echt een oude vlog terug te kijken. Alex leek daar echt nog 14, denk ik, of zo. Ja. Zonder baard, zijn haar zit ook nog anders. Want die middenscheiding heeft hij ook nog niet zo heel lang, deze. Een halfjaartje of zo. Ja, ik moest er eerst aan wennen, toch? Maar ik moet wel echt zeggen, ik vind het nu wel echt beter. Ja, en deze moet je ook gewoon laten staan, inderdaad. Ja, misschien gaat hij ooit nog vol worden. Ja, daarom, je moet gewoon laten groeien en dan zie je het vanzelf aan. Ja, toch? Kijk, want aan deze kant, hier is die ja, best mooi. Ja, maar hier gewoon niet. Ja, je hebt van die gaten ertussen ja, zitten, zeg maar. Maar QC had dat ook, hè? Ja, klopt. QC had dat ook. En ja, uiteindelijk heeft het wel een hele voorloop. Terwijl QC is nu, wat? Volgens mij bijna 30 ja, of zo. Ja, voilà. Dus, dat is het ook. Kan nog komen. Precies zo. Tot wanneer stopt je baard groeien, ja, eigenlijk? Dat ja, weet ik het niet. Ik denk dat mijn baard bijvoorbeeld ook nog wel harder door gaat groeien. Ik ben nu 25. Ja, wij schelen letterlijk één dag, jongens. Ja. Dat is super toevallig. Wij schelen één dag. Alex is één dag ouder dan ik. Hij is op 23 september geboren. Ik op 24 september. Dat hebben we al vaker verteld. Maar ja, tot wanneer groeit je baard? Ik zou het ook eigenlijk niet weten. Nee, ik kom niet. Terug in de auto. Ready? Yes. Op. Voor Vincent de show. Oh ja, ja. Ja? Super ready. Ken je wel een liedje van Vincent? Ja, ja. Noem er één op. Sorry, maar ik ben verliefd op Guapo. Wat? Dat is een goede tune. Nee, oké, okay, ja. Nu serieus? Wat is er gebeurd? Ja! Wij zijn op de straat hier zo, jongens. Beland. We gaan even kijken waar we moeten zijn. Volgens mij is het hier ergens. Oh, deze mevrouw is het even aan het regelen. Buiten? Buiten? Lim fix het even. Ik heb namelijk geen idee waar je moet. Om de hoek. Welke hoor ik. Maar je kan niet om de hoek. Je kan altijd om de hoek. Welke hoek? Oh mijn god, Vincent! Vincent Visser! Vincent, ben je hier? Ik dacht eindelijk... Oh mijn god! Vincent! Ik kon backstage gewoon chill zijn. Yo!
Kom. Nee, het is oké. Okay, oh, broeder. Ik neem altijd tijd voor mijn fans. Ja. Het is oké. Okay. Mag ik een foto? Ja, tuurlijk. Top. Damn. Kun je een foto maken van ons? Ja. Hey, knappie. Even lachen. Oh, ja. Ik heb je. Nee, maar echt even gewoon. Oké, 3, 2. Oh, ja. Oh, ik dacht. Hey, dankjewel. Moet door. Hey. Ja. Oh, ik dacht het is boef. Ish. Wat staat er op je rijder dan? Geen boef. Staat er ook op je rijder strippers en ja, oh, ja, ja. Oh. Ella. Wat? Oh. 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 Oké, okay, even alle gekkigheid weg jongens. We zijn binnen. Ik ben benieuwd. Vincent moet zo... Hey, Ella. Jij bent de tourmanager. Hoe laat moet Vincent op? Over 5 minuten. Oh. Nou, 3. Kijk, Vincent's baby. Wat een poepje. We gaan eens even kijken. Jongen, doe je best. Je eerste keer. Je allereerste keer. De eerste gig ooit. Zing gewoon Fakta Broeder. Fakta Broeder, ik ben helemaal Fakta Broeder. Ik ga het doen, ja? Gooi die, ja? Ik ga het doen, voor jou. Voor mij. Wij gaan op een andere plek staan. Oh. We kijken achter de gordijnen als het goed is. Vincent is aan het optreden, jongens. Hier kan ik een beetje praten. Je hoort het is een beetje moeilijk filmen vanuit die hoek. Maar ik ben trots op deze gozer. Dit nummer had ik opstaan in de auto, volgens mij. Hey, meisje. Ja, dit is ook een van mijn favorietjes van Vincent. Lekker gedaan, jongen. Bedankt. Lekker gedaan. Ik vond het wel een beetje spannend omdat jij erbij was. Ja? Ja, ik dacht, jezus. Oh, vandaar dat het zo vals was, of niet? Ja. Maar dat deed ik expres. Oh, oké. Om gewoon ervoor te zorgen dat jij dan, weet je wel... Hé, hey, jongen, ik ben trots op jou. Ik vond het even leuk om erbij te zijn. En dan gaan we nu, wat gaan we doen? Terug gaan naar huis. Oh, oh. We gaan ook niet uit. Hey, waar kunnen mensen jou boeken? Op mijn Insta, gerard@bureaubeerling. Even promotie, man. Ja, dat is top. Promote jezelf. Dat doe ik toch? Oké, goed zo. Oh ja, jongens, dat was het. Ja, voor mij nieuw. Vincent is klaar. Ja. Dat is 20 minuutjes waar, dus dat was heel kort. Dus wij gaan er gelijk weer vandoor. Best wel gek. Je bent echt 20 minuten hier en op. Je gaat gelijk weer weg. Wow, yo, Alex, die was weer te laat. Die stond nog binnen daar. Alex, ja, hij stond nog met allemaal meiden daar binnen. Al die meiden daar. Jeetje. Zo. Dit is 12 tot 17 jaar. Vincent. Ja, doe dat. Ik weet niet wat de fuck je aan het doen bent. 12 tot... niet zoals Gio zitten. Ja. Gast, 12 tot 17. Doe ik even. Ik hoorde nog in het publiek één guy zo. Gio, pedo! Ja. Nou, oké, nou dan... Ja, dus, hé, goed. Okay, ja, doe je. Hé, maar doe dat de volgende keer even niet meer. Ja? Volgende keer gewoon 18 plus, oké? Okay? Ja. Snel dus terug de auto in. Wat vond jij? Dat was je eerste keer dat je Vincent hoorde zingen zo live, toch? Ja, ik vond het echt goed. Ja. Ja, ik vond het echt heel goed. Ja, zoals ik aan de auto zei, deze man heeft echt talent. Dat sowieso. Hij is één keer op televisie geweest. Zat ik met heel mijn familie te kijken. Ik weet niet meer welk precies programma dat was. Het was ook live aan het zingen. Ah, dat vond ik echt top. Echt goed. Echt van die beetje die oud-Hollandse nummers. Daar vind ik Vincent echt goed in. Misschien moet hij dit. Hè? Dat is niet. Jawel. Maar eigenlijk moet hij ook dat soort nummers uitbrengen waar hij echt zingt. Maar in plaats van... Wat doet hij dan nu dan? Ja, nee, ook, hij doet nu ook... Zeg maar, wat is er gebeurd en zo. Mm-hmm. Maar hij rapt natuurlijk ook een beetje. Maar echt die oud-Hollandse nummer... Ja, ik weet niet wat. Ik voel dat bij Vincent. We gaan even een test doen. We gaan Poekie in het midden droppen. Dan gaan we kijken wie die leuker vindt. Want Lin denkt dus dat Poekie verliefd op hem is. Ja, Poekie. Oké, okay, kijk maar wie hier naartoe gaat. Poekie, kom maar. Oh, joh. Nou, daar loopt hij weg. Maar net kwam hij echt naar mij toe, maar dat is niet gefilmd. Dat is een lie. Poekie, man. Poekie probeert nog geen in te steken. Poekie, dat is niet eerlijk. Maar waarom zou Poekie voor jou kiezen? Zeg maar, want jij hebt altijd sniff en sneeze de meeste aandacht.
Ja, doe, geef jij Poekie de meeste aandacht. Ja. Oké, nou, dat is mooi. De laatste tijd snies ook steeds meer. En Sniff, die komt een beetje uit zijn schulp. Dus eigenlijk wil je zeggen dat alle kanten van jou... Zo, oh, jezus, stering. Kanonnen, zeg. Dat is Vincent Visser, man. Van GTST, toch? Ik was net naar een show van hem geweest. Ja, maar ik was dus naar zijn show geweest van Vincent Visser. Dat was echt gaar. Huh, was jij er ook? Huh? Was jij er ook? Was het wat? Oh. Was jij er ook? Yo, kom binnen, man. Yo, hey, man. Yo, yo. Ja. Dat is gewoon zijn huisgeur. Oh god, het stinkt hier naar kak gewoon. Dit is huismerk cola, dit is de beste shit die er is. Nee. Wat dan? Ik vind het echt niet. Ja, maar jij wordt betaald... Ja, nee, luister. Gewoon normale Coca-Cola. Hij wordt betaald door Coca-Cola. Ja, maar het is samenwerking. Ja, maar het is hetzelfde dat bijvoorbeeld dat, hoe heet het, First Choice. Wat is dat? Dat is toch ook cola? Ja, maar die proeft heel anders. Ja, echt lekker. Je moet gewoon normale Coca-Cola. Nee, jij wordt gewoon betaald door Coca-Cola. Ja, en het is ook nog... Aan de gemiddelde mens, Coca-Cola of Albert Heijn cola? Oh, dat ziet er lekker uit. Wat vinden jullie beter? Nee, deze. Doe maar Albert Heijn. Deze is echt lekker, hè? Ik mocht hem heel lekker proeven. Ah. Wie heb je bij je dan? Jongens, Koning Sniff. Hey! Snipje! Ja, snipje. Oh, kijk hem dan lekker zitten hier. Lekker in het poepje. Wat een poepje. Misschien vind je het wel heel gezellig, hè? Van zo bij. Als toch chill liggen. Hij mag er gewoon bij, hij kan gewoon in zijn mandje liggen. Maar dat is een typisch Britse porthuis. Ze willen niet. Zeg maar, ze willen niet heel veel aangeraakt worden en opgetild worden, maar zo vinden ze. Ze willen gewoon erbij. Hij blijft er gewoon liggen. Hey, Dre! Oh, ik moet echt heel nodig plassen. Ja? Ja. Zo. Gaan we gelijk weg of niet? Ja, bijna wel. Oh. En we zijn ready! Let's go! Ja, toch, ja, toch. Staan we weer als de mannen? Ja. Oh, te wachten op. Oh, ze doet ook echt. Touch the lock. Nee. Wacht, we kunnen niet meer open doen. Staat te wachten op de vrouwen? Ja, altijd. Altijd. Rate de outfit: 10 out of 10. 10 out of 10! Woo! Sheesh! Show je grill. Ah. Oh ja, shit er nu, kijk. Damn. Wow. Waar ken ik hem nou? Waar ken ik hem nou? De beste barber van Munch. Dames, man. Ah. Kijk uit. Waarvoor? Dat is Bro, je hoeft niet zo dicht te gaan.